Vandaag gaan we kijken naar alternatieven voor VWRL, het All-World Fonds van Vanguard, de bekende ETF of tracker. We gaan hierbij een vergelijking maken met andere trackers of ETF's uit de kernselectie van de Giro, want juist de kernselectie maakt deze ETF's trackers extra aantrekkelijk. En we gaan nog kijken waar de verschillen zitten tussen deze verschillende trackers ETF's en wat deze verschillen inhouden. En na de intro heb ik trouwens ook nog een leuk nieuwtje voor mijn vaste kijkers, dus laten we snel beginnen. Laten we deze video dan even beginnen met het leuke nieuwtje waar ik het zojuist over had. In de komende weken kom ik samen met een andere YouTuber, waar jullie inmiddels van zullen weten wie het zal zijn, met een, met een training. Hier hebben we de laatste paar maanden aan gewerkt. Uh, hij is bijna klaar. Binnenkort komt er meer informatie, maar we willen onze eigen volgers natuurlijk uh, een beetje een voordeel geven. Mensen die nu al interesse tonen, die zullen straks wanneer de cursus training online komt. Extra voordeel krijgen. Dus als je gebruik wil maken van die speciale aanbieding, uh, onder deze video vind je trouwens een link om naar deze pagina te gaan. Het is een passiefinkomen.nl/beleggers training. Vul even je e-mailadres en je voornaam in en schrijf je dan vrijblijvend in. Wanneer de cursus online komt, krijg jij dus die unieke speciale aanbieding. En in die training zit dan straks uh, meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal waarin je eigenlijk alles leert over beginnen met beleggen, waarom en wanneer je kunt beginnen, de risico's en hoe je risico's kunt beperken. Hoe je een plan maakt om alles goed aan te pakken, hoe je aandelen analyseert, een checklist, andere tools om alles in de gaten te houden als je eenmaal een belegger bent. En nog veel meer informatie, dat maken we later nog wel bekend. Dus mocht je alvast interesse hebben, wil je gebruik maken als die speciale aanbieding binnenkort komt, schrijf je dan nu in op die pagina en zoals gezegd een passiefinkomen.nl slash beleggers training. Maar in deze video gingen we dus kijken naar alternatieven voor VWRL. Um, ik heb hierbij ook gebruik gemaakt van mijn eigen uh, kernselectie-pdf, of eigenlijk spreadsheet, zo moet ik het zeggen. Een overzicht van alle ETF's die er zijn in de kernselectie. Um, ik zal een link daarvan plaatsen ook onder deze video. Um, ik heb uiteindelijk gefilterd op het type dat ik alleen maar aandelen wil. Het fonds moet dan uh, gericht zijn op de hele wereld, omdat we, net zoals VWRL, eigenlijk brede spreiding willen. En vervolgens heb ik bij specifiek alleen lege cellen aangedaan, want dus je hebt ook fondsen die bijvoorbeeld... Per se op dividend richten. Nou, dat willen we in dit geval niet. Uh, uitzonderingen heb ik ook uitgeklikt. Want hier heb je ooit dat Europa eruit wel, uh, uit wordt gefilterd. Dus we willen natuurlijk dat we de hele wereld hebben. En op die manier blijven we over. Met even kijken. In totaal negen. Aandelen, een daarvan, de ene laatste, dat is VWRL Vanguard All World Fonds. En voor deze video verder heb ik een, een overzicht gemaakt. En hier zien we dus een overzicht van die VWRL alternatieven. In de derde kolom, kolom C, zien we VWRL staan. Gevolgd door een MCI World Fonds van Amundi, HSBC heeft ook zo'n fonds. iShares heeft er drie: eentje noemen zij Core MCI World, de andere is MCI World en MCI World Hedged, wat dus inhoudt, deze zijn in dollars. Maar deze wordt volgens mij dagelijks omgezet naar euro's, zodat je eigenlijk het valutenrisico niet hebt. Ook Lixor heeft nog een keer MCI World. Van Eck komt met Global Equal Weight. En Vanguard tenslotte nog met Global Minimum Volatility. Wat dus aandelen zijn die minder volatiel zijn, dat ze zich daarop focussen. Kijken we naar uh, de fondsgegevens. Uh, dit zijn trouwens degenen met een donkere achtergrond en dikke tekst. Vind ik iets belangrijker. Uh, maar de e code, dat is de. Code van het aandeel waarop je hem kunt vinden, bijvoorbeeld dus bij de Giro, uh, de beurs, dat is waar de beurs in ieder geval is van de kernselectie, dus koop je dit aandeel op deze beurs, dan maak je gebruik van de voordelen van de kernselectie en dat houdt in één keer per maand kosteloos kopen of verkopen en die regels vind je in de, in de reglement eigenlijk van het kernselectie. Uh, zoals gezegd, de eerste belangrijke vind ik lopende kosten. Wat zijn de kosten per jaar? En voor Vanguard is dit uh, 0,22%. Maar een van de redenen waarom ik laatst ook uh, iemand mij vroeg van waarom heb je VWRL en niet van HSBC? Die hebben namelijk lagere kosten. Ja, dat is inderdaad een van de punten waarop je kunt vergelijken, er zijn ook mensen of fondsen met grotere kosten, hogere kosten. Uh, het lijkt misschien heel weinig, 0,3% per jaar. Maar wanneer je een groter vermogen hebt en je voor de lange termijn gaat. Die jaarlijkse kosten dus terugkomen, kan dat zomaar op de lange termijn 10.000 euro schelen. Dus houd ook zeker rekening met, uh, met deze kosten. Dividend, of het wordt uitgekeerd of wordt herbelegd. Ik heb geen voorkeur, maar het kan zo zijn dat je wel een voorkeur hebt. Dat je liever uitkerend hebt, dat je elk kwartaal bijvoorbeeld dividend ontvangt. Of dat je het liever herbelegd ziet, omdat dat belastingtechnisch interessanter is. De structuur die het fonds volgt, dat wil zeggen. Heeft het fonds de aandelen ook fysiek in bezit? Dat is bijna overal het geval. Van Amundi kan ik het niet vinden. En hier zien we Synthetic. Dat houdt eigenlijk in dat ze door middel van swap, contracten, via een omweg eigenlijk toch deze aandelen in bezit hebben. Maar niet letterlijk fysiek de aandelen, maar wel een optie of een recht daarop. Um, zelf zou ik dan liever voor fysiek gaan. Omdat het fonds dan ook via ja, de ETF, de tracker, de aanbieder ook echt deze aandelen in bezit heeft. De methode... Meestal is het optimalisatie. Dat wil zeggen de index die ze volgen, probeer ze ook een beetje te optimaliseren. Door bijvoorbeeld een paar fondsen weg te laten of een paar aandelen weg te laten in de hoop een beter rendement te maken. Alleen van Eck heeft replicatie, wat wil zeggen dat ze letterlijk één op één die index volgen uh, uitlenen. Is het zo dat de aanbieder van deze tracker ook nog aandelen uitleent die in het fonds zitten? Vaak is dat wel het geval. Uh, het risico is eigenlijk heel erg laag, omdat ze vaak ook een. Ja, eigenlijk een uh, een zekerheid vragen, geld voor degene die aandelen gaat lenen. Uh, en ondertussen, door het uitlenen, eigenlijk wel een vergoeding ontvangt. Alleen HSBC leent ze niet uit. Dus dat kan een voordeel zijn, uh, een pluspunt waarom je voor deze zou kiezen. De koers. We zien ja, verschillende koersen, of die nou in euro of in dollar is. verschilt een beetje zo van uh, net geen 30 tot bijna 300. Um, en het is vaak bij bedrijven zo dat een koers niet zo heel veel zegt over een. Bedrijf, omdat het eigenlijk ook afhankelijk is van hoeveel aandelen zijn er. Maar in dit geval kan het ooit wel interessant zijn. Want stel je hebt elke maand 100 euro te, per, te besteden eigenlijk. Um, ja, dan moet je hier één keer in het kwartaal een aankoop doen. Terwijl je misschien wel elke maand een aankoop wil doen. En dan is het interessanter om te kijken is er ook een fonds wat, waar ik wel één of meerdere aandelen per maand kan kopen. Om in ieder geval zo elke maand bezig te blijven. Kijken we dan even naar de index, het volgende gedeelte. Welke index volgen ze? En dat zien we hier. VWRL volgt FTSE All World. Dat is onder deze code bekend, die index. De index zelf heeft 3955 aandelen die die volgt. En de aandelen in deze trekker, in VWRL dus, dat zijn er 3421. En zoals we hier al zagen, ze doen een optimalisatie. Dat wil niet zeggen dat ze dus al die 3955 bedrijven kopen. Maar ze hebben ook bepaalde richtlijnen waarom ze een aandeel misschien juist niet kopen. Wapenindustrie die ze uitsluiten en dat soort dingen. Dat zijn, kunnen redenen zijn waarom ze dus, uh, die niet kopen. En we zien bijvoorbeeld hier als laatste bij die minimum volatility, dus minder volatiliteit. Uh, wereldwijd zou die eigenlijk bijna 9.000 aandelen volgen. Maar ze gaan dus juist voor degenen die niet zo volatiel zijn... niet zoveel fluctueren, omhoog en omlaag gaan... en dan blijven er maar 221 over. En voor de rest geldt dat ze vaak MSCI World volgen... en um, dat is ooit hedged en ooit gewoon. En die hebben meestal um, of 2.500 aandelen eigenlijk... Of 1600 en in de meeste gevallen blijven dan rond de 1400 tot 1600 over. Um, ik wil met een ETF eigenlijk zoveel mogelijk spreiding en aangezien deze ja, nog geen 250 aandelen eigenlijk volgen, sluit ik deze in ieder geval uit omdat ik daar te weinig spreiding in vind zitten. Gaan we dan kijken naar het financiële, dat wil zeggen hoeveel vermogen heeft bijvoorbeeld het fonds in beheer. Vanguard met VWRL heeft 5300 miljoen in beheer, een van de grotere fondsen behalve iShares die is groter met 23.000 miljoen. Um, ook dit kan een reden zijn, want bijvoorbeeld zien we op het eind Vanguard met dit fonds is maar 53 miljoen. Nou, dat is heel erg klein, dus als dit niet snel groeit kan Vanguard bijvoorbeeld kiezen uh, dit fonds te sluiten omdat misschien te veel kost, te veel mensen daar. Uh, eigenlijk mee bezig zijn, terwijl het fonds niet heel veel of de index niet heel veel doet. En dat het veel interessanter is dat mensen gewoon in een ander, groter fonds beleggen. Dat is in ieder geval voor mij een van de redenen om vaak voor een wat groter fonds te kiezen. En eigenlijk bij al die anderen, ja, dat gaan over miljarden, dus dat zijn echt wel grote fondsen. De domiciel, waar is het eigenlijk gevestigd? Vaak is dat Ierland, uh, van Eck is Nederland. Het kan dus ooit belastingtechnisch interessanter zijn, uh, waar een fonds gevestigd is, bijvoorbeeld met terugvragen van dividendbelasting. Hoe vaak dividend wordt uitgekeerd, meestal per kwartaal. We zien hier bij Luxor uh, semi-jaarlijk, zoals zij dat noemen, juli en in december. En of het dividend wordt uitgekeerd of herbelegd. Nou, we zien hieronder hoeveel dan wordt uitgekeerd. Uh, is het herbeleggend, heb ik het op 0 gezet, dan kon ik het vaak ook niet vinden. En in de andere gevallen kun je zien dat het rond de 2% zit, iets eronder, of. Uh, of iets daarboven moet ik zeggen, of hier iets daaronder. Dat is een beetje wat je kunt verwachten aan dividend per jaar. En dit waren eigenlijk de belangrijke dingen. Ik, ik heb hieronder nog uh, een klein beetje een overzicht gemaakt van de spreiding en het rendement. Nou, de spreiding is welke landen zitten er dan uh, in deze aandelen eigenlijk. En hoe groot is dan de verdeling. We zien dat VWRL met iets meer dan 57% in Verenigde Staten en uh, Amerikaanse aandelen zit. Japan net geen 8% uh, en Nederland 1,2%. En we zien bijvoorbeeld diegenen die de MSCI World volgen, um, die zitten er al rond de 65%. Dus het kan een reden zijn dat je misschien al een ander fonds hebt wat helemaal de S&P 500 volgt. Dat je al heel veel in Amerika hebt en dat het interessanter is om dus niet heel veel Amerika erbij te krijgen. Dan is dit wat lager dan die 65%. Um, ja, dit zijn dus dingen waar je kunt kijken hoe zit de spreiding in elkaar. Het zou misschien niet de reden zijn om... Hier op basis hiervan een keuze te maken, maar het zorgt er wel voor dat je dus een beetje alle fondsen met elkaar kunt vergelijken. En dit is dan geografisch, maar je kunt ook kijken welke aandelen zijn dan. De nummer 1, 2 en 3. Um, we zien hier Microsoft, Apple, Amazon. Dit zijn vaak de drie namen, alleen ooit is het een andere volgorde. Hangt er een beetje vanaf wanneer dit document uh, is samengesteld. Ik weet dat Vanguard volgens mij alweer een maand oud is. Toen was Microsoft dus iets beter, iets hoger gewaardeerd dan Apple. Dit zijn wat actuelere gegevens, volgens mij zelfs van 18 juni gewoon. Um, en dus is Apple op dit moment het grootste bedrijf ter wereld en maakt dus eigenlijk ook altijd de nummer één positie uit. En vervolgens ook het rendement. Ik zou niet zeggen dat het rendement doorslaggevend is. Ik ga dus niet kiezen voor dit fonds omdat dat vorig jaar het meeste rendement heeft gemaakt. Want dat wil niet zeggen dat het dit jaar ook zo het geval is. Um, maar het zorgt wel een beetje dat je weer erom kunt vergelijken en wat je ook kunt verwachten. Eigenlijk. Vorig jaar 2019 was een heel erg goed jaar. 2018 sloten we in december af met een heel erg moeilijke maand. VWRL ging bijna 10% onderuit. Andere fondsen net iets minder. Juist omdat ze misschien andere bedrijven volgen. Dat zul je vooral goed terugzien bij deze. Minimum volatiliteit, dus minder fluctuatie. En daardoor ook maar min 4% in de min. Um, is, zoals ik al zei, richt nou niet hierop en kies degene met de hoogste rendementen. Maar maak bijvoorbeeld eerst hierboven een keuze en kijk vervolgens nog een beetje. Zijn er grote verschillen? En als die er zijn, onderzoek dan waarom dat komt. Nu blijven we dus met 7 aandelen over en kunnen we dus eigenlijk een selectie maken. Nou, bijvoorbeeld naar lopende kosten vind ik 0,55% wel heel erg hoog en 0,5 ook. Gaan we kijken naar het structuur. Ik zou graag fysieke aandelen willen dat het, fonds ook, uh, het bedrijf ook echt de aandelen in bezit heeft en niet via deze methode. Dus die zou van mij ook uitgevinkt worden. Blijven er nog uh, vier opties over? Over AMundi kan ik dan weer heel weinig informatie vinden en hebben we relatief hoge kosten. Dat is dus een reden om er voor mij weer uit te vinken en zo blijven er dus nog drie opties over. Dan kun je kijken naar hoeveel aandelen volgen ze. Worden aandelen uitgeleend of niet? Nou, juist HSBC heeft dat dus niet. Dus wil je per se dat hebben, dan blijft er van jou één fonds over. In het andere geval blijven er meerdere fondsen over. En of je bijvoorbeeld dividend uitkerend wilt hebben of herbeleggend. Maar dat is dus een beetje. Ja, Persoonlijke keuze. Um, ik heb nu wel VWRL. Um, en dat is ook de reden dat ik er gewoon in dit fonds blijf zitten. Mocht je nou dus opnieuw beginnen, dan kun je deze keuze voor jezelf maken. En ik zal deze spreadsheet dus ook met jullie delen. Dus uh, onder deze video vind je een link. Als je dan naar die link gaat, naar bestand en vervolgens kopie maken als je al ingelogd bent bij Google of downloaden en Excel, dan kun je het, uh, dit hele overzicht downloaden en zelf dus je keuzes maken, uitvinken wat je niet. Niet bij je past om te vervolgens te kijken welke blijven er over en welke past dus het beste bij mij. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Mocht je nou nog interesse hebben in die cursus, of eigenlijk die training, de online cursus over beleggen. Uh, hij komt binnenkort dus online. Meer dan 50 video's, meer dan 6 uur videomateriaal. Eigenlijk om alles te leren. De eerste stappen die je moet zetten. Alles wat je moet weten voordat je je eerste aandeel koopt. En speciaal voor jullie dus, mijn vaste kijkers, komen dan mee met een speciale aanbieding. Dus kijk op de website, eenpassieveinkomen.nl slash beleggers training. Schrijf je daar alvast in of meld je in ieder geval aan dat je interesse hebt. Dat wanneer die cursustraining online komt, dat jij een unieke speciale aanbieding krijgt om extra voordelig te beginnen aan deze training. En vond je dit nou een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken over deze onderwerpen. En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal ermee. En mocht je nog meer video's willen zien, maar je bent nog geen lid van het kanaal. Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder de video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.